Morgen is het de dag van de jeugdbeweging. 240.000 kinderen en jongeren zullen morgen in hun jeugdbewegingsuniform naar school gaan. En wie weet, mijn volgende gasten, gaan zij wel werken in uniform? Suzy Blijs, adviseur jeugd- en kinderrechten bij het kabinet van minister Pascal Smet. En Koen Jespers, kookouder en oud-scout, vieren morgen graag mee. Suzy, ga jij werken in giro- of scoutsuniform? Nee. Maar ik ga wel ontbijten op de nieuwe graanmarkt in Brussel met heel veel giro-scouts en andere jeugdbewegingen met de minister van Jeugd. Leuk. Er is ook een thema? Klopt. Het thema dit jaar, zoals elk jaar, proberen de jeugdbewegingen een specifiek jeugdbewegingsthema in de picture te stellen. En dit jaar is dat op kamp. Vorig jaar was dat samenspelen. Ja, op kamp. Niet zo heerlijk. Hè. Fantastische kampen heb ik beleefd destijds bij de Giro. Koen, jij zat vroeger bij de Scout. Je bent waarschijnlijk ook heel veel op kamp gegaan. Ja. En nog steeds, hè? Ja, ik ga nu met de Giro als kookouder. Ah, je bent overgelopen dus eigenlijk. En ik spendeer mijn vakantie aan op kamp gaan. Ja, wat doe je precies? Kookouder. De fouriers. Ja. Ja, kon je het niet missen? Blijkbaar niet, hè. Nee? Wat vind je er zo leuk aan? Je kan meehelpen, die jongeren ondersteunen. Ja. Die daar allemaal als vrijwillig een heel engagement op zich nemen. Die daar een gevoel van solidariteit, samenwerking. Mm. En daar kan je een beetje aan helpen en dat is geweldig. Ja, want veel genieten zit er eigenlijk niet in. Jullie moeten hard werken op kamp, hè? Ja, maar dat staat genieten niet in de weg, hè? Nee, dat is waar. Maar het is best wel doordraaien, hè, zo voor hier. Het is van 's morgens vroeg. Als je het ontbijt moet maken voor 100 man, dat begint op tijd. Ja. Middagmaal, 4 uurtje. Avondmaal. Soms nog iets voor de leiding voor 's avonds. Het is redelijk zwaar. Waarom denk je nu, Suzy, dat dat belangrijk is, dat je kinderen in een jeugdbeweging zitten? Omdat kinderen, het blijkt uit onderzoek dat kinderen die in een jeugdbeweging hebben gezeten of leiding geweest zijn, dat die socialer zijn. Dat jeugdbewegingsjongeren en jeugdbewegingskinderen sneller een initiatief durven nemen en verantwoordelijkheid durven opnemen. Wat toch allemaal wel interessante kenmerken zijn die zij ook later in het latere leven kunnen gebruiken. Men zegt wel eens dat een jeugdbeweging een beetje een samenleven in het klein is. Ook een plek om te experimenteren. Absoluut. Absoluut. Daar mag je dingen doen dat je thuis niet mag doen. Dan mag je je vuil maken bijvoorbeeld. Hè. Maar dan mag je ook, daar kan je ook zelf, je leert jezelf daar een beetje een stuk beter kennen. Mm-hmm. Plus, je leert een beetje experimenteren met sociaal gedrag. En misschien ook wel met andere dingen, maar vooral ook met sociaal gedrag. En kijken van wat kan wel in een bepaalde situatie en wat kan niet. Er wordt trouwens ook wel eens gezegd dat het belangrijk is later als je gaat solliciteren. Dat bij sommige mensen staat het echt heel bewust, bij mij ook, op je cv. Ja. En er wordt wel eens gezegd, als ze dan uiteindelijk moeten kiezen, dat dat een doorslaggevende factor kan zijn. Dat kan wel, want al die kenmerken, al die vaardigheden die je leert in de jeugdbeweging, zijn ook belangrijk op de werkvloer. Ja. En sommige werkgevers zijn daar wat gevoeliger voor dan anderen. Heb jij dat gemerkt? Onder andere bij mijn werkgever was dat een van de zaken waar we me zei van, dat stof, dat nemen we mee. Ah, kijk, voilà. Ja. Nu, we zijn natuurlijk ook eens aan de kinderen zelf gaan vragen wat zij zo leuk vinden aan die jeugdbeweging. Yeah. Let's go. Ik zit bij de Scouts omdat je veel plezier kunt maken. Ik amuseer mij elke zondag met de gasten en met mijn medeleiding. Bij Giro mag ook alleen maar meisjes en ik vind dat niet zo tof. Trust me, on my INDEP. Leuk om weer vuil te maken. Dus mag ik dat niet zoveel doen? Vuil maken, te gek. Maar als je daarna in bad moet, echt niet. Ja, en krijg je er ook echt voldoening van als je zo'n goede vergadering elkaar hebt gestoken en dan zijn de kindjes zo blij. Allee, voor mij heeft het echt altijd zo'n tof, leuk gevoel. Ik vind het belangrijk om in een jeugdbeweging te zitten, omdat je leert met elkaar omgaan, je leert samenwerken als groep. En dat is ook super tof als je echt zo dat groepsgevoel hebt. Ja, zo. En vooral uw sociale ontplooiing is echt wel super groot bij een jeugdbeweging. Bovenal! Zijn er verschillen eigenlijk tussen de jeugdbewegingen?
Ja, er zijn 8 verschillende jeugdbewegingen in Vlaanderen. En op zich zijn er wel verschillen tussen de verschillende jeugdbewegingen, maar de fond van een jeugdbeweging is wel een stuk hetzelfde. Jij was destijds bij de Scouts, hè? Was dat een bewuste keuze? Bewust bij ons was er de Scouts. Ja. En als wij later verhuisd zijn en wij hadden kinderen, dan was er bij ons in het dorp de Giro. Mm-hmm. Dus... Maar jij kan vergelijken, want vroeger Scouts, nu Giro. Dat ga ik vroeger met nu moeten vergelijken, dat is ook niet helemaal juist. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar eigenlijk komt het inderdaad wel een beetje op hetzelfde. Er liggen wat andere accenten, maar ze hebben allebei dezelfde bedoeling. Ja. Goed doen voor die mannen. Ja, ik zat bij de Giro, ik heb wel dat Jorge gemist bij de Scouts, dat geef ik eerlijk toe. Is het geschikt voor elk kind, Suzy, een jeugdbeweging? Nee, ik denk dat een jeugdbeweging niet geschikt is voor elk kind. En dat is ook helemaal niet erg. Ik denk dat het heel belangrijk is van dat er een goede match is tussen de jeugdbeweging in de stad of in de gemeente en het kind, hè, dat je het leuk vindt om er naartoe te gaan. Maar bestaan zo van die startdagen, misschien is dat wel interessant. Hè? Dat klopt. En om te kijken van, is dit iets dat voor mijn kind is en is dit iets dat bij mijn opvoedingsproject als ouder ook een stuk past. Hè? Van, kan je gaan kijken naar startdagen, kan je daar een stuk de sfeer opsnuiven. Voilà. Wanneer ga je nog eens op kamp? Volgend jaar. Ja? Ga je nog veel op kamp gaan? Het begint een beetje zwaar te worden. Maar we zijn opvolgers aan het zoeken om die mee op te kunnen opleiden. Oké. En in welke giro is dat? Hier, Mechelse Hombeek. In Hombeek. Dus er is een open vacature, mocht je willen voor hier zijn. Wat zeg je? Meerdere, twijfel niet. En neem maar eens contact op met de giro van Hombeek. Feesten, zou ik zeggen. Morgen geniet van dat ontbijt. De groeten aan Pascal Smet. En dankjewel dat jullie hier waren. Suzy en Koen. Dankjewel.